Ja, een hele goede morgen. Leuk dat je kijkt naar deze stream van RTV Noord. Waar we kijken naar een plaatje. Niet bij ons uit de provincie, maar wel uit de provincie. Iets ten westen van ons. Friesland heeft alles te maken met de hel van 63. Het is exact 60 jaar geleden dat die Elfstedentocht werd verreden. Dirk Bosje staat daar met iemand die er volgens mij alles vanaf wist. Want hij deed mee, hè, Dirk? Ja, dat is het bijzondere. Ik hoef 60 jaar geleden als je dat nog hoort, zeg maar. En Jaap Nijnhuis, de legend, zeg maar. Ik geloof hem maar zo naam. Die deed al met. En dat was een tocht. Als je nog hoort, ik ben kleine 10.000 toerriders begon naar zo'n tocht. En uiteindelijk ben er 69 ben er overbleven, zeg maar, die hem de finish holt. Het is bijna om mij voor te stellen. En vandoor hebben we een project. Dan gaan we met Jaap, gaan we de verreizen. Als steden, zeg maar, route gewoon weer helemaal volgen. We zijn vanmorgen begonnen in Leeuwarden met het Oranje Hotel. En we hebben een heel mooi verhaal gehoord, want Jaap haar geen onderdak. Toen, ik hoef maar dat zoals in Cameroon, die zal dat regelen, maar die had dat nooit helemaal van ander. En toen kwam Jaap, wacht even, Jaap, die kwam zeg maar, bij het station, bij het hoofdstation van Leeuwarden, kwam naar boeten. En toen was het een uur varen in de middag. En zo? Ja, toen was zo de germ, zei, mijn familie zit vol. In Cameroon? Ja, word ik met de tocht zo rijden. En hij zou slooplek regelen, maar dat is mijn zortje, zeg maar. En toen stonden we weer dat station en we keken wat rond. We zeiden, s'avonds bij dat luxe hotel proberen, zou dat niet lukken. En is ook wat boven ons budget, dachten we. En u was dan nooit eerder in een hotel slaan? Nee, ja, in Oskar komt dat even, ja. En we waren, ja. In oorlog ziet dat er een keer voor aan, hè. Dus kortom, ja, nooit vertrekken. Ja. Maar we hebben dus toch zouten schoenen aantrokken en we hebben ons meld. We dachten, nou ja, en wat zeiden ze? We zijn vol, maar toen werd een beetje overleg pleegd en waar mijn Herman niet terechtkomen in de bruidsuite. Een hele rode kamer, een groot bed met van die roesjes en troesjes erom. Zo'n hemelbed? Ja, zo'n hemelbed. Zo'n dakje erboven? We dachten, dat zou een hele paar centen kosten, maar zijn we ons mars, want we hebben door verhoorst, nou, vergees lopen. En er komt voor de morgen, die moet op tijd wakker mocht worden door iemand. Nou, dat was dus ook in dat café, slijpte dus meer. En we hebben ontbijt dat halve geweldige kooktijken, gekleurdstijken, nou, kortom. En ze hebben ons zeer waarschijnlijk ook nog met taxi naar de stadploos gebracht. Ja. Maar dat moet je ook weten, ja. Het was een geweldig onthol. Ik ben, ja. We zijn vanmorgen één minuut in het hotel geweest. We zagen ook prachtige foto's, hoe het zo'n was, zeg maar. We zagen ook een foto van meneer Bonnema, dat was de toenmalige directeur. Ja. Die had hij toen een beetje mast. Nou ja, zeg maar, gewoon, het is zo, als een Elfstedentocht gehouden wordt in Friesland, ik ken alles, zeg maar. Ik ken, dat hoort er gewoon bij. En dit had kennelijk er ook bij, we hebben gewoon maar gelaten. Ja. Ja. En wat ook bijzonder is, daar kwamen we eigenlijk vanmorgen achter. Het is ook een historisch hotel, want in dat hotel, dat hotel bestaat al 150 jaar, is de Friese Elfstedentvereniging opgericht. Ja, dat is voor mij ook nee. Maar ja, dat hoort me van. Ja, geweldig. Maar zaken. Ja, ik wist wel dat die verslaggever van het Nijsblad en van de Telegraaf, die Dijkstra, die zei wel, als er een Elfstedentocht Holland werd, dan was de hele crew van de Telegraaf, fotograaf met alle duwels en brut, zat in dat hotel. Dus dat was duidelijk. En de Elfsteden, dat pruif je door nog gewoon. Van de, ze hebben zelfs een Elfsteden zool. Ze hebben speciale verbinding mokken loten voor de pers, zodat alles mag gebeuren. Ja. Kon, onvoorstelbaar. Maar ja, in elk geval, doe in die Cameroon, ben in het hemelbed terechtkwam. Dat was de eerste keer dat ze toen met een volwassen kerel naar Bears koost. Ja, nou ja, dat is logisch, ja. Dat, ja. Ja, zo zit een beetje. Ja. Nou, en toen dus naar de startploort toe met een taxi. Het is om een uur of zes. Ja, de wedstrijd gaat om half zes voort. En de eerste club toerieders om kwart voor zes. En toen was ik dus bij. Ik had toen nummer 800 en nog wat. Op dit moment ben ik nog steeds lid van de club. En dat is 345. Maar goed, die gooi je erin, Dirk, jongen. Wat was het toen, Smuiks? Eerst al in die garage, om dus een binnenkanten, die douche, maar binnenkanten hadden ze van die gaslampen er hangen om een beetje warmte te krijgen, maar die kwamen als de moord. Nou, en toen ging de hek open, dan komen we naar boeten en er waren allemaal banken en zo. En toen waren ze ook van die flambouden neergezet. Het waren ook dikke kwamenbouden erin geweest, waar je al een beetje, nou, ik kon niet zeggen half vergast, maar het was nooit wat nou is. Nee, echt niet meer. Nou, en dan gooi je aan rit en dan blijkt dat een smal gutje te winnen, want die hele dikke winter, dat was het ook nog wel, dat je met auto's overal langs erin kon, over het IJsselmeer. Ze loorden meer, dan kon je met auto. Het ijs was dik genoeg, ja. Maar snijden was te veel. En dan zie ik een beetje op zitpuult tot er een smal padje overbleef. En als je door gewoon schuivelt, dan is er dan. Maar
dat er van die harten rieden de Noorden achter u aankomen. En nu was de Woltjes. Ja, en in Belken dreven opzij. En in het begin waar ik zo gek heb, stap op Fieterhout. Daar ging ik op neus in de snijduin en aan dat stofje gebied. Dat doe je ooit twee keer. En dan is zo dat degene die je voorbij wil, die mag zomaar zeggen dat er een beetje boet niet omkomt. Echt geen goud. Er ging vuurwind aan. Langzamerhand werd een beetje licht. Ja, om de uur wordt. Maar het was een heldere nacht. Hè. Net als vanmorgen ook. Ja. Dus morgen scheen, zon, onze sterren scheen een beetje. Het valt dus met. Redelijk zicht. Ja, dat valt wel met. Ja. En in het uur, ja, toen kwam de sneek aan de orde. En het idee, dat heb ik al. Ja, en dat is al één hoor, van Leeuwarden ja. Sneek. Dus en door, we hadden een koppeltje volgers. Die een beetje zullen begeleiden. Volgauto's. Ja, twee koppeltjes door de buurt. Ja. En door heb ik gedaan, omdat ik heid was. Ik was vol power. Heb ik mijn das en mijn hals en mijn pet heb ik aan dat koppeltje gegeven. Ze zei, ben je hartstikke gek. Ik zeg, hier aanpakken als goed voor. Deur in, hè. Gang erin halen. Zonder pet, zonder Hansen en zonder sjaal. En smurken was men 17, 18. En later overdag was het ook niet meer geworden. Zei 7, onder nul. Dom. Nou, ja. Maar ik kreeg dus een halve sierentje sneek ijls. Ja. En dan hoorde je nog sloten. En sloten die mooi opholen en dan mooi neem je weer terug om op die meren te komen. En toen ik vereerst, die mooi dus neem je weer noorden, een kilometer of twee, heen en terug. Ja. Ik dacht, verrek, het waait toch wel harder dan ik dacht, zeg maar. Ja. Nou, en dan van de sloten gooi je dus naar Stavoren, Hinderlopen. En in Hinderlopen was het hele paard, wat nooit eerder gebeurd was. Ze leidt nog eens over het IJsselmeer naar Workum erin. Want dat geutje, dat ligt je schietkanoordje van Hinderlopen naar Workum, was dichtsnijd. Hadden ze geen kans zijn om door iets te mokken, dus over het IJsselmeer. Door Workum en wat zitten ze erbij? Hou de dijk in de gaten, want anders kom je in je huis uit. Ja, aan de kant mee. Ja, noordoostenwind, ja. Dus en toen, ja, toen dus Workum. En toen dacht ik, ja jongens, elk heeft op. We vonden toen al veel mensen op te geven. Ja. Die bos, dat moet je wel. Ja, dat klopt ook wel. Van, ik woon in dat randje al staan, omdat ik wil ook opballen. Maar wat er gebeurt, die is toch zo voorbij. Volloden met opgevers uit Hardeling, uit Hinderloop, en uit Stavoren. Is niet nog, het is wel kloor. Het is wel kloor. Doe was het ook stap, maar de kost niet stap. Ja, daar had ik wachtgebouwd op de vol. Ja, ik dacht, wat verdikke me. Wieder. Bolzwart. En toen heb ik dus daar Bolzwart. Ja, mooi. Ja. Mevrouw zou bellen. Ja. Ook kloor. Mevrouw vrouw zou ook. In Bolzwart, ik dacht, ja, door geen trein. Maar ik dacht, woon maar een naar Hardeling. Door is wel een trein. En dat viel een beetje met van Bolzwart naar Hardeling. Dan ga je een beetje noordwesten in. En je zeewind. En je met en je erop. Dus ik heb Hardeling gehoord. En door ben we nou daar. We stonden op de Oosterbrug hier zo in Hardeling. Toen kwam ze door van Noord. En hier mochten we de rechtsaf. En dat is de, heb je net verteld, dat is de Vraanlijke Trekvaart. Ja. En we zijn in Krook terechtgekomen. En of zij nou mij hebben zijn schuiven. Of dat ik huur zijn heb. Mocht dat doet. Ik ben bij huur in Krook terechtgekomen. Mijn drie kompaan van Smurgens. Ja. Mijn begeleidballetje met een kander. Oh jongens, ik slaap straks en we gaan weer terug. En toen zei er aan, ja ho, toen had ik helaas al een bordje bonjes op achter de rug. En twee beerenburgertjes. Doe huurst maar drie stempels met hem, Jaap. Doe huurst maar een vrouwelijke dokken met Leeuwarden. Wie doe ons deur in. Ik dacht, ja, mijn Berenburgjes van die afstand hier van Harling naar Vraanlijk is voor mij in de roes voorbij gegaan. Maar ik kan een van die drie jongen die ook met erin, heer Borges, die is met me met erin, tot Vraanlijker, is ook met gewoon noorden in, richting vrouw Wiestermolen. En op een gegeven moment keek ik achterom. En toen was het dan niet meer. Maar dat deed me gewoon weer op gang. Ja, maar zeg maar, ik moest even door die Berenburg heen weer, als het hoort. En wie praten dus nou ongeveer, dat Harling was nu of twee, half drie, smiddels. Ja. Dus dan moest dan, ja, maar draaien, maar toch, dat is wel neer. Nou ja, Vraneke, dat viel dus meer. Dat is niet zo lang heen. We hebben nou net reden, Vraneke, Harling is maar een schiedentje. Maar dan komt het lang heen. Vraneker Dokkum, 42 kilometer en dat is allemaal van dat schietkanoortjes en zo. Door heb ik het wel stoer gehad, maar ik heb Vraneker. En dan denk je, Dokkum nog en Leeuwarden het ken. Wat knipt er wel, ik kan niet veel tijd over. En op een gegeven moment wordt het duister. Ja. En er duurt praktisch geen mens meer met, want er zijn 69 van de 10.000 ben amateur, dus er is bijna niks meer op die is. Toen het duister werd, was het toen? Wat was de lijn? Ja, dat speelt een beetje. Ik heb nog steeds voor mezelf op dit moment ook zo'n beetje het beeld, smurgens helder.
Maar het is dus in de loop van de dag is het dus een beetje gaan snijden. Het bleef al harder waaien. Dat stoepsnij kwam aan weer. En er was inderdaad geen ster in hemel. Het was bewolkt, dus het was inderdaad duister. Ja. En dat werd nu in elkaar een paar keer bevroren ogen. En daar wordt zicht ook niet beter van. De vrust dat oogvocht, in het oog bevrust. Resultaat, wasglaas. Ja, met je melkglas, met je ballen van niks. Maar op een gegeven moment was het hele stuk al lang schuiveld. Maar er komt ook weer in die derpies, dat is niet eens meer wist of ze nou links of rechts of moest. Mensen zaten allemaal op die kachel. Er was geen ooi meer langs de mond. Elsteentocht is alleen. Er was geen mens meer. Nee, dat is het punt. Elk toen René Paping ben was en elk wist dat elk zo'n beetje opbonden was, was er bij de boon niks. Dus je moest je echt zo redden. En het is allemaal geen termijn als heel diep, alle breid. Dat ben ook van die alle smalle slootjes. Of ja, wat bent morkers, zeg maar, maatjes. Ja. En de splitsing, doe zes maar, rechts of links. Zo'n wist u dus van hier zo stap. Gewoon wordt licht branden, aanbellen die mensen, dan verschrikken, stap terug. Want ik denk dat de verschrikkelijke sneeuwman er zo'n beetje staat. En dat is compleet bevroren, zeg maar. Nou ja, op scheuvels bij die mensen op stap. Dat was even die scheuvel dat hij bevroren had. Dat is mijn geluk geweest. Van, als je dus iedere keer loopt, dan komt op die vrije deurloper al dat duivel op die haakbaan aan. Iedere keer. Ja. Ik heb wel een droogje met hem in je pak droog, als dat breken zal, dat brood bevroren. Nee. Aan klant. Ja. Heel gelastbaar. Maar u was gewoon daadwerkelijk aan mensen vroeg, welke kant moet ik op? Ja. En toen heb ik dacht, ja, ik ben ellendig, hè. Ik heb ook geen op heel veel dacht ik haal er mee op. Ik ben onder de brug nog gewoon wat auto's overheen. Ik dacht, nou, als de auto laat schijnt en ik kom geen meester meer achter je aan, dat we een koppeltje worden, ga ik er nou meer op. En verdikken, toch een Zwijgman. George Zwijgman, die kameroot. Mijn kameroot loodde en vanaf dat moment, ja. En er was nog een bij, dat was ingenieur George van Staal, een ingenieur uit Emmeloord. Die werkte bij het waterloopkundig laboratorium. Had nog geen kans meer op medaille, want die hoorde nog twee uur naar Paping binnen te weten, maar die wollen moet rijden. En dat koppeltje met die Wim Hartung, die scholier die in Harling, die hier begonnen is om de sfeer te pruimen. Dat koppeltje van Vaer, onder aanvoering van Zwijgman, links jongens hier, Dijkhaard. En toen ben ik opnieuw in Dokkum terechtgekomen. En was zei die Zwijgman, eerst afstempelen en dan naar de EHBO. Want die had smurken een pik van Noord in zijn kut kregen. Dus een beetje blauwdere gebouwd en de minologen waren ook wat bevroren. Als we het daar nog gedaan hadden, Dirk, die was nog mis gewoon. Van, wat zijn ze bij de stempelpost? Jullie zijn de laatste die nog stempelen. Dan stoppen ze bij die stempelpost, stoppen ze ermee, zeg maar. En Zwijgman was een ervoren man. Die had in totaal 8 keer de Elfstedentocht gereden, zeg maar. Die wist voor het over haar, deed hij red. Ja, gewoon. Ja. En zo'n wieder, zeg maar. Dus net voor de stempels, net voor de beste man. Eerst van de week is red dat ik met hem mee kon. Ja. En later bij die stempelpost weer red. En toen, we komen er vanmiddag terecht, zeg maar in Oudkerk, door hebben we dus, was de controlepost was van de IJsof, dus wie naar die kroeg, daar hebben we een stempel kregen. Er zat een koppeltje van de stamgasten, zullen we je naar Leeuwen brengen, jongens, van je rent toch niet meer. En toen zei die zwijf, maar die werd in duik van de zee en we halen het wel, aan de loop. En zo hebben we dus Oudkerk vertrokken, lopend. Wacht even, ja, we willen het even over een ding hebben. Er zijn wel geruchten dat mensen zeggen dat je een stukje met een auto gewoon bent. Ja, dat is allemaal flauwekul, want Zwijgman die had dat toen voltengel. Ja, nou. Het was nooit in een auto, zeg. Nee. Doe nooit. We zijn wel middenlopen van de godje van auto. Je bent middenlopen met een zakkantier. Het is zoals een politieagent met een mobilet, kaptein, zo'n plofiets om ons bij te liggen, zeg maar. Ja. En toen met de lijp, dus toen zei een van de jongen, we zijn hartstikke gek dat we hier over de kanoor lopen. We lopen over de dijk, maar door is veel minder snij. We hebben dus alleen over de dijk lopen, omdat er dus, dat was zo'n riviertje met een dijkje daarnaast, maar aan elke bezit van een boer komt mee. En wat is er dan? Stikkeldrood. Net. Of hek, of stikkeldrood. Ja. Ik ben ook achter stikkeldrood blijven zitten. Het heeft me de bruine Manchester ribbloep gekost. Oh, ja. Jullie zijn, als ik dat gauw ongeveer beluisterd heb, dan hebben jullie maar 180 kilometer scheuveld en 20 kilometer lopen. Ja, dat is een beetje overdreven. Ja, maar dat zo ken. Nou, iets van Oudkerk naar Leeuwarden, zeker 3 kilometer van de Vijf. En onderwinkels ook. Ben zo veel keer terug en zo veel keer aan je lopen. Dat is gewoon geen snijproefsel. Dus ja. Wie brood een stukje verder. Ja. En dan ga je gewoon nou richting de finish. Oh. Met me gewoon. Ja. Hoe ging dat? Nou ja, ik ben in Oudkerk, ben we dus om 11 uur zo'n beetje wordt gewoon. En dan is ze met je 4 kilometer. We moeten hard lopen, zijn ze door. En dan doen ze ook aan. Gewoon met een auto, je redden toch niet. Maar we hebben het aanred. Ja. En dan moest dat koppeltje Oudkerk is ver met ons midlopen. Dat helemaal geen. Het kan niet meer mis, gewoon
door Nederland heen, doe maar in. Nou, en toen waren we terechtgekomen en we zijn ze door, ze zijn er. En dat was het einde van de Elfstedentocht van 1963. Je kwam als eerste binnen. Prachtig mooi. En tot slot ging je af, toen is zo'n tocht is toen verbroken, zeg maar. En toen kwam ze toen weer terug en Oskert, die pa, en die was aan het melken. Ja. In stal, wat zei je? Ja, ik zei, ik heb het red. Dat is mooi, zei je. En dan ben je wel terug. Prachtig. Ja, jong. Compliment nou, 60 jaar alleen. En dan stonden we hier zo, toen was het er weer. Ja. Ja. Door kwamen we aan en door moesten we weer. Dat is ook iets, het verhaal van Jaap Nijnhuis van 1963. Ja. Tja.